zou willen vragen of jullie dadelijk met snel een minuut stilte willen houden voor Elvis, Levi en voor Anthony. Dankjewel dat jullie allemaal met zoveel gekomen zijn. Heel indrukwekkend. Ja, wij wisten niet zo goed waar we ervan moesten verwachten. We hadden gehoord dat er een herdenking zou zijn. En dat er een doek onthuld zou worden. Maar dat er zoveel man zou komen en dat het allemaal toch zo massaal zou zijn, daar hadden wij eigenlijk geen rekening mee gehouden. Het doet wel goed om te zien dat het zo leeft bij die kids allemaal. Ja, nou ja, het zijn drie hele jonge jongens natuurlijk die uit het leven natuurlijk zijn gerukt. Dus ja. En ze hadden heel veel vrienden, dus daarom, ja, je ziet het zelf wel hoeveel mensen erop afkomen. Ja, het is, je krijgt het niet meer terug, maar het is wel een soort van epitoom wat je doet voor die jongens. Schijnbaar is er een inzameling geweest in de week van het ongeval. En ja, daar hebben ze vier portretten van laten maken met de boys erop. Eentje voor ons, ja, voor de andere ouders. En voor Kane eentje met hun alle vier erop. En ja, die hebben we net van tevoren overhandigd gekregen, omdat dat zo, ja, het is te groot om het mee in een auto te nemen. Dus, want het was echt super mooi, heel mooi wat ze gemaakt hebben. En ja, we zijn er helemaal stil van.